De energie zeg maar, die vrijkwam toen je uiteindelijk besloot om door te gaan, heeft dat geleid tot ook betere nummers, achteraf gezien? De nummers waren toen al geschreven. Misschien was het positiever, zeg maar, Home Again, dat is eigenlijk iets positiever nummer of zo dan wat we toen schreven of zo. Het was wel vanuit een wat gemakkelijkere positie geschreven. We waren allemaal wat meer van, oké, we hebben dit nummer liggen, laten we gewoon kijken. En bij de plaat die we daarvoor hadden, moest alles gewoon kloppen. Ja. Want we hadden gewoon te grote risico's genomen om zomaar iets uit te brengen. Dus we hebben toen gewoon ervoor... We moesten wel iets uitbrengen waarvan we zeker wisten dat het oké was. En dat het ook echt iets ging doen. En bij Home Again was het eigenlijk... Hadden we dat gevoel helemaal niet. En dat ging gewoon, we kijken al of dit wat gaat doen. En toen ineens, dan is dat altijd je grootste hit. Een beetje de cliché die we ook tegen elkaar zeiden. Van, we vonden het wel een goed oké nummer. Maar we dachten dat er misschien wel meer in had gezeten. Dus we hadden niet zien aankomen dat het zeg maar onze grootste hit tot nu toe zou worden. En toen zeiden we nog lachen tegen elkaar. Dit gaat onze grootste hit worden. Yeah. Maar dat is altijd met dat soort tracks, het overvalt je. Het viel, zeg maar, we hadden de eerste week van 2013, hadden we iets van 10 van die mijlpalen. Gewoon die single kwam uit, die video kwam uit. We hadden een Pinkpop booking die we toen aan mochten kondigen. Ja, dat was een tweet van Eurosonic. Ja, we hadden 11 Eurosonic Noordenslag shows. We hadden Coldplay die nog een tweetje over ons stuurde. We hadden de mega hit op 3FM. Het was echt een soort perfect storm. En toen, die track explodeerde. En ik denk, net Pinkpop staan er gewoon echt letterlijk 30.000, 40.000 mensen die track mee te zingen. En dat is echt... Dat hadden we echt niet verwacht. Nee, en als je een half jaar geleden zit je zo van... is dit wat, jongens? Kunnen we hier wat mee? Zo, we gaan gewoon kijken of dit het is. En dan ineens sta je hier voor duizenden mensen. Maar dat vind ik ook wel weer of zo... Ja. Dat is een beetje de romantiek van een muzikant zijn, denk ik. Je kan het tot op zekere hoogte kan je het heel erg zo van beleven, inschatten, je eigen kwaliteit en dit en dat. Maar soms leeft zo'n track gewoon zijn eigen leven en dan gaat dat helemaal... Vond je zelf zeg maar dat dit een speciaal nummer was vergeleken met de rest van je materiaal? Of zeg je van niet per se. Nee, we hadden niet een gevoel erbij van dit zal wel de hit zijn. Dat hadden we bijvoorbeeld bij Let Go hadden we dat wel. Ja. Maar bij Home Again was het meer zo van laten we het doen, we gaan uitbrengen, we staan erachter. Ja. Maar we weten niet of dit... Het moment was nu, dit was het moment. We hadden nu zeg maar ook Let Go kunnen uitbrengen en dat had ook een hit kunnen zijn. Maar het heeft ook wel te maken met momentum en... Ik denk bij We Are The Young bijvoorbeeld, wat als de allereerste single nog uitkwam voor... Maar die kreeg ook nog wel een redelijke bus, toch? Ja, maar ik had daar wel het gevoel... Maar dat was meer voorwerk. Dat was meer voorwerk voor het album. Die kwam voor het album uit en... Misschien wel een van de sterkere singles of zo, voor ons gevoel. En die heeft gewoon zijn werk gedaan, om het oneerbiedig te zeggen. Maar dat had misschien een potentie, als we toen Home Again gedaan hadden en nu We Are The Young, had het misschien ook een hit geweest. Maar ik weet het, ik kan het gewoon niet inschatten. Dat is hetgene waarom niet iedereen die denkt dat hij muziek kan maken succesvol wordt. Weet je wel, je weet het niet. Je maakt muziek die je zelf vet vindt en dan zie je wel wat ermee gebeurt. Ah, ik moet wel zeggen, ik bedoel, ik vind meerdere nummers wat voor jullie vind ik goed. Maar ik wist bij Home Again, toen je echt gewoon echt goed hoorde op de radio ook, dacht ik wel van dit is, en dat hebben voor mij meerdere mensen gehad. Ik had dat ook met al mijn vrienden en iedereen zei van dit is hem. Ja. En ik zei, mensen die gewoon, anders tegen muziek aan kijken zeggen dit is hem. Ja, dat kreeg ik ook wel vaak te horen. Dan dacht ik altijd van, oké, het zal wel. Ja, we kunnen dat zelf niet zo goed inschatten. Nee. Helemaal goed. Jullie hebben nu een speciale editie van Vultures, festival-editie. Ja. Wat staat daarop? Het is gewoon Vultures, met Home Again erop ook. Met dus sowieso, de plaat staat erop. Ja. En dan hebben we nog een bonus CD erop staan. Live dingen op. En remix hebben we, Riptide remix van Ride. Heel tof geworden ook. Dus heel cool. Ja, het zijn de combinatie van live opnames van Eurosonic. Twee akoestische liedjes ook. En twee akoestische liedjes van de radio. Eentje geloof ik niet van de radio. Nee, niet van de radio. Twee akoestische nummers. En, het is een beetje een soort van, het is eigenlijk gewoon, we vieren gewoon ons jaar, weet je wel, met die editie. Het was zo van... op een bepaald moment kwam er een reissue van Vultures, omdat Home Again explodeerde. En wij dachten van wat is vet, weet je wel, we gaan nu Pinkpop doen.
We wisten dat heel veel mensen het album nog niet hadden. We wisten dat, weet je wel, dat het borrelt. En we dachten van, nu is het nog wel het moment dat je gewoon een soort van luxe editie kan uitgeven. We hebben dan 4 live tracks erop, 2 akoestische en een remix. Ja. En dat is gewoon een beetje voor onszelf een soort cadeautje van, jee, we gaan op een leuk logisch om te doen eigenlijk, want we wonnen met 3 Film Awards voor het beste live act en Vultures won het beste album. Ja. En het is ook logisch om er gewoon dan een live opnames erbij te doen, te laten zien dat het ook misschien... Ja, ik denk ook als je die hoort, dan, ja, dan zie je gewoon van dat wij niet zomaar een radiopoprock bandje zijn of zo. Als je Kilimanjaro live hoort op die bonus cd, dan hoor je gewoon meer dan een standaard poprock bandje. Welke nummers zijn het, zeg maar, die live en die akoestische? En we hebben live, hebben we Send Me Away, Don't Look Back, Ghosts en Kilimanjaro. Dan hebben we akoestisch We Are The Young en Home Again. En hebben we een Riptide remix van Ride. Het is bijna het hele album, alleen dan in andere versies. Maar waarom dan specifiek die remix erbij? Nou, we hebben een paar remixes laten maken. En dit was gewoon een remix die gewoon eigenlijk het nummer... wat wij zelf vonden van dat nummer, zeg maar, het gevoel dat we zelf bij dat nummer hadden, dan... die Riptide heeft hij heel goed verwoord in een remix. Het is gewoon heel smaakvol gedaan. Ja. Het is een beetje, weet je wel, je zit op een feestje met je vrienden om 2 uur 's nachts en dat is zo'n track die je dan wil opzetten. Gewoon, het heeft wel die gewoon onze elementen en hij heeft dat heel mooi, zeg maar, elektronisch benaderd. Maar er zit wel gewoon een lekkere... Ja, zoals een remix zou moeten zijn, zo is dat nummer. En toen we die hoorden, dachten we van, nou, die moeten we wel gewoon erbij zetten, want het is wel heel tof. Laatste vraag, Lowlands, doe je dat? Nee. Ik denk het niet. Nee. Ik denk... Dat is ook niet raar. Maar dit is ook wel goed voor ons, weet je wel, want... Dit klinkt te arrogant voor woorden, maar dan hebben we iets voor volgend jaar om ons echt op te richten. En misschien gaan we nog wel iets doen op Lowlands. Maar daar kunnen we ik had het heel graag gedaan. Je, dat is altijd een perfecte afsluiter. We gaan er wel heen. Het was een perfecte zomer. Het is natuurlijk vol met festivals. En dat had wat we hebben. Ik bedoel, wij gaan al jaren en dag daarheen om gewoon zelf. Het is gewoon een festival waar we zelf heen gaan. Het is ook een festival die meestal de zomer afsluit. Dus dat had perfect geweest. Maar wat niet is, kan nog komen. Dus dat maakt het er weer mooi om vooruit te kijken. Ze mogen ons nog steeds bellen, hoor. Dat sowieso. En een nieuw album, zijn jullie al bezig? Ja. Ja. We hebben nu heel weinig 30 tijd. Liedjes. Heel weinig tijd. Is er wat klaar? Of is er nog nee, er is nog niks klaar. Nee. We zijn net begonnen. We hebben wel concepten en ideeën waar je misschien heen kan gaan. Maar gewoon echt de focus die je nodig hebt om een plaat te schrijven, die hebben we nog niet kunnen pakken. Dus we moeten nog even wachten. Eerst naar Indonesië en daarna hebben we in juli iets meer tijd. Ook heel veel shows, maar iets meer tijd om gewoon echt te gaan zitten aan een nieuwe plaat. Dus, het was best wel toeleven naar dit moment eigenlijk. Ja. Pinkpop, weet je wel, dat was even de eerste focus na de clubtour. Altijd in je achterhoofd. Ook al zit je op een vrije maandag in de studio, dan heb je altijd in je achterhoofd, we moeten Pinkpop gewoon doen. Ja. En dan zo van, wat ga ik daar doen, wat ga ik daar zeggen, wat gaan we hier doen, hoe gaan we dit invullen. Uiteindelijk gaat het vanzelf.